Maar toen kwam karma om de hoek kijken. En ik had nog geen idee dat karma voor mijn reet aankwam. Ik heb echt iets doms gedaan, man. Het klopte gewoon. Het is zo kut om dat nu te zeggen. Dag vriendinnen en welkom in mijn zooi. Jawel, jawel. Dit is best een goede hoek wat ik laat zien. Het is even jammer. Wij moeten het hier even mee doen. Welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag heb ik echt zoveel dingen om te delen en om te vertellen. En ik kan niet meer wachten. En ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon een vlogje ervan maken. Ik heb net mijn haar gewassen. Het is letterlijk einde van de middag. Maar ik heb de hele dag in mijn pyjama gewerkt. Heerlijk was dat. Het is tijd om mijn haar te verven. Ik heb er ineens zoveel zin in. En ik dacht, weet je, ik voel me toch hartstikke dood. Dus ik ga het gewoon lekker doen. Ik heb dus dit laatst gekregen. En dit zijn van die soort haarmaskers met een kleur erin. Nou, ik ben aardig blond. Maar zeg maar niet on top. Dus ik ben benieuwd hoe het allemaal gaat uitpakken. Maar ik heb er wel echt heel veel zin in. Ik heb Golden Gloss. Die gaan we niet doen. Maar ik twijfel dus tussen rood en roze. Ik weet het allemaal niet. Ik denk toch dat ik voor deze ga. Voor de roze variant. Ik heb hier echt zin in. Er stond was je haar en pleur het daarna in. Laat het 10 minuten intrekken. En dan moet ik het weer uitspoelen. Dus dat is precies wat we vandaag gaan doen. Het is echt wel weer een modellenlook. Ja, daar kunnen we ook niet omheen. Ik heb dus geen conditioner in gedaan. Omdat dit een soort van een masker is. Gaat lekker stroef doorheen. Anyways, hoe is het met jullie? Ik ben onlangs teruggekomen uit Portugal. Dit gaat erin. En ik zit nu gewoon thuis te loeren. Ik weet ook allemaal niet. Ik dacht, ik doe dit gewoon even. Verder ben ik ook niet heel veel aan het werk trouwens. Want mijn laptop is kapot. Voor degenen die mij niet op Instagram volgen. Daar is mijn update. Mijn laptop is kapot. Ik heb er thee overheen gegooid. Nou, ik weet het ook allemaal niet. Mijn nagels zijn ook echt veel te lang hiervoor. Zo. Oké, ik ga hem open. Ik heb thee over mijn laptop heen gegooid. Vet handig en leuk. Echt geen aanrader. Maar goed, mijn laptop heb ik inmiddels 1,5 week heb ik hem niet meer. Hij is naar de maker. En ze hebben letterlijk pas gisteren mij een mailtje gestuurd. Dat ik een factuur moet betalen over wat er allemaal moet gebeuren. Bla bla bla. En pas dan gaan ze dus ermee aan de slag. Dus ik weet ook allemaal niet hoe lang het allemaal gaat duren. Maar ze moeten best wel veel doen. Echt, weet ik veel, de touchbar moet vervangen. En weet ik veel, echt 3 of 4 dingen of zo. Dus, oh. Ja, dit vind ik toch echt. Nou, ik heb ook inmiddels echt halve tube in mijn hand. Ik weet ook niet hoeveel ik hiervan nodig heb. En hoe het allemaal gaat. Nou ja, ik weet het ook allemaal niet. Weet je, het is gewoon een maskertje. En er staat ook, ik ben zo hysterisch hectisch in mijn hoofd. Maar ik heb me echt gewoon voorbereid. Nee, ik heb me helemaal niet voorbereid. Maar ik zat net even aan mijn liefdesleven te denken. En ik werd er een beetje agressief van, moet ik zeggen. Dus dat is de vibe van de video van vandaag. En ja, uit verveling ga ik maar dit maar gewoon doen. Ik heb er zoveel, wacht, ik heb heel veel op één plek gedaan. Probeer dat even te verspreiden. Maar goed, dus ik ben vandaag echt een rommeltje. Daar moeten we het vandaag mee doen. Ja, ik heb ook geen betere berichten. Oh, mijn witte kast zit er nu ook onder. Nou, dat is ook, dat kunnen we er gewoon bij hebben. Dat maakt niet uit. Dit ruikt trouwens zo lekker. Ondertussen maak ik de hele tube leeg. Ik hoop echt dat het mooi is. Ja, en anders niet, hè. Anders niet. Ja. Maar goed, op de tube staat, gebruik dit elke week om de kleur, zeg maar, levendig te houden. Maar goed, we gaan even kijken hoe dit überhaupt gaat werken. Ik ga het even heel goed testen door echt letterlijk de helft van de tube op te maken. Dus als het dan nog niet werkt, dan is het wel een dure grap natuurlijk. Want dan heb je echt heel veel nodig. Nou ja, als je korter haar hebt, is dat natuurlijk heel anders. Ik denk dat ik wel de meeste kleur in mijn punten moet doen. Dus ik ben wel echt verkeerd begonnen. Want mijn punten zijn het lichtst. En daar gaat het natuurlijk het meeste pakken. Oké, ik ga dit even afmaken. Laten intrekken. Uitspoelen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oh. Ik heb zo'n zooi hier. Maar oh my god, wacht eens even. Huh? Ik zie ineens heel veel kleur. Ik keek zo straks in de spiegel. Ik denk, nou, ik zie zo goed als niks. Maar je ziet het wel echt.
Oké. Ik ben benieuwd hoe het er zo meteen uit gaat zien. Ik ga zo stuk om mijzelf. Want ik ben dus mijn hele make-up voor een TikTok aan het doen. En ik ga echt stuk. Wacht, ik had die Xenos-doos. Had ik even aan de kant, zodat je hem niet de hele tijd ziet. Maar goed, even... Plannen zijn weer gewijzigd. Oh, vriendinnen. Ik heb hier zoveel zin in. Wacht, dit is allemaal een troep. Mijn planten zijn dood. Ik weet het ook allemaal niet meer. Dat is gewoon mijn leven op dit moment. En ik heb dus hier concealer op gedaan. Ik heb hem nooit meer uitgeblend. En daar ook niet. En het is echt niet meer te redden. Zeg maar, poeder is zo erg erin getrokken. Ik heb het gewoon nooit meer uitgeblend. Dus mijn TikTok maak ik alleen maar van deze kant. Ik heb hier echt zin in deze storytime. Want het is echt om te janken. Ondertussen ga ik even mijn oogmake-up doen. We gaan het heel even hebben over mijn liefdesleven. Vandaag werd ik wakker. Ja, jullie moeten nu wel zeg maar tegen die lelijke kant aan kijken. Ja, is even niet anders. Het is even niet anders. Oké, dus ik werd vandaag wakker. En ik dacht, vandaag is de dag. Ik heb echt zin om zeg maar mijn verhaal te doen. En ik zat er eigenlijk ook over na te denken. Om een soort van een storytime / Q&A te doen over zeg maar mijn relatiebreuk van maart. Maart klinkt als 20 jaar geleden, even serieus. Ik dacht, dat is wel even interessant. Want ik krijg best wel veel vragen van... Chris, hoe ga je om met een break-up? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. En het leek me dus heel erg leuk om zo'n soort video te doen. Waarin ik, zeg maar, daarop inga. Dus mocht je vragen hebben, Instagram me of laat het hier even onder. Of weet ik veel. Maar nu komt de juice. Dus sinds maart ben ik single. En in mijn single periode heb ik toch aardig wat gedate. Echt tegen heug en meug heb ik dat gedaan. Uiteindelijk heb ik met twee... Zo, jezus. Uiteindelijk heb ik met twee jongens echt gedate. En het is allebei hilarisch. De eerste jongen, die leerde ik al vrij snel kennen nadat het uit was. Ja, wij waren allebei heel duidelijk geweest in wat wij wilden. Maar we zaten eigenlijk vanaf het eerste moment al niet op één lijn. Maar toch zijn we allebei ermee doorgegaan. Ik zei van, joh, moet je luisteren, allemaal leuk en wel. Maar ik kom net uit een relatie, dus dat gaat hem echt niet worden. En hij zei, nou ja, allemaal leuk en wel, maar ik ben hier helemaal klaar mee. En ik wil wel een relatie. Ik weet niet hoe onze communicatie zo langs elkaar heen gegaan was. Maar we zijn allebei ermee doorgegaan, ondanks dat we allebei wisten... Nou, we zitten niet op één lijn. Nou, op een gegeven moment, toen werd het wat serieuzer en ben ik... pleiten gegaan, want ik dacht, ja, dit is het allemaal niet. Dit vertel ik nou echt in de allersnelste tempo ever. Dus er zijn heel veel dingen gebeurd in een hele korte tijd. Dat ik soms denk van, hoe kan ik zoveel dingen meegemaakt hebben met de jongen, want ik kende hem echt 2 maanden. Goed, dus misschien dat ik daar ooit nog een storytime over ga maken. Ik denk het niet, want deze man in kwestie is vrij onvoorspelbaar. Kijk, weet je, ik ben nu heel negatief. Dat was natuurlijk niet. Het was ook hartstikke leuk en hilarisch en gezellig. Ik bedoel, anders had ik het ook niet 2 maanden met die jongen uitgehouden. 2 maanden, oh my god. Maar toen kwam karma om de hoek kijken. En ik had nog geen idee dat karma voor mijn reet aankwam. Ik had geen idee. Dus, ik leerde een andere jongen kennen. Het was echt allemaal zo top. En nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Vandaar heb ik echt 10.000 keer over nagedacht hoe ik deze storytime zou doen. En ik was helemaal van, oh my god. Dit is echt, dat verhaal zit gewoon compleet in mijn hoofd. En nu denk ik echt, ik weet echt eigenlijk niet wat ik allemaal wilde zeggen. Dat verhaal is ook ten einde gekomen. En daarom zeg ik ook, karma heeft mij echt flink te pakken gehad. Ja, dat daten, dat is mij toch wat... Weet je, ik ben er ook gewoon een beetje klaar mee. Ik denk dat dit hem was. Wacht, ik word gebeld. Dag schat. Hallo. Hallo. Oké, wat ik aan het vertellen was. Oh, jongens, ik ben gewoon zo klaar met daten. Het hoeft van mij even niet meer. Het is even klaar. Het is even goed geweest. Het hoeft even niet meer. Zoals ik al zei, karma heeft mij zo hard gepakt. Want in dit geval...
wou ik meer. En weet je wat het ook is? Het was gewoon... Dit is ook echt een levensles die ik met jullie wil delen. Ik heb echt iets doms gedaan, man. Ik liet mijn hopeloze romanticus hoofd ook gewoon zijn gang gaan. Dat had ik niet moeten doen. Want ik zag het echt al helemaal voor me. En dat is precies wat wij niet meer gaan doen, vriendinnen. Dat gaan we gewoon niet meer doen. We gaan lekker rustig afwachten. Whatever. Maar weet je wat is? Het klopte gewoon. Het is zo kut om dat nu te zeggen. Na alles en nu alles zeg maar voorbij en bladibla en bladibla is. En dat ik denk van, godsamme, echt balen. Maar goed, het is even niet anders. Dus dat is zeg maar de stand van zaken waar ik nu in zit. Maar weet je, dat is gewoon wat wij niet meer gaan doen. Dat doen wij niet meer. We gaan dat niet meer doen met onze roze bril oplopen en het leven is één groot feest. Dat doen wij niet meer. Ik weet het niet. Ten eerste, er gaat niks meer gebeuren. Ik ben even klaar. Nee, het is echt... Ik ben echt alleen maar aan zeiken. Sorry jongens. Ik weet ook allemaal niet. Maar het was echt een bittere pil, man. Dat was echt kut. En ik had dat niet verwacht. Dat was het. Dat kwam zo rauw op mijn dak. Dat ik dacht van... Hè? Ik weet niet, man. Ik zag het gewoon niet aankomen of zo. Of... Ja, het was balen, man. Maar ik wilde jullie gewoon even een update geven. Is dat ik er helemaal klaar mee ben. Ik ben er echt even... Ik ben offline uitgelogd. Het hoeft even niet meer. Het is gewoon benen bij elkaar. En het is gewoon quarantaine uitzetten. Ik weet ook helemaal niet. Als straks weer mooi weer is na winter. Eerst moet het nog kut weer worden. Dan zien we het dan wel weer. Maar voor nu, dit is mijn liefdesleven update. En het is hartstikke kut. Echt jongen, hoeveel semi-relaties en shit dit jaar allemaal versleten zijn. En er doorheen zijn gekomen. Ik zou er echt een boek over kunnen schrijven. Maar het is ook gewoon zo een apart. Het is zo apart. Dat is het. Het is zo raar om zeg maar zo lang bij één persoon te zijn. En dan ineens gaan alle deuren open. En je ziet hoe het gaat in de single wereld. En het is zo raar en zo gek om mee te maken. En ik ging daar met volle toeren op in. Oké, dat was even mijn verhaal. Ik ga zo nog even mijn TikTok afmaken. Want daar ben ik natuurlijk nog niet klaar mee. Het is ondertussen letterlijk al donker buiten. Vandaar dat ik dat ding dicht heb gedaan. Ik ga ook echt helemaal stuk. Dat ik helemaal mijn make-up hiervoor zit te doen. Nou, ik weet ook allemaal niet. Oké, in ieder geval. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. Dus dit is gewoon hoe ik me vandaag vermaak. Trouwens, ik heb geprobeerd om dat vlek weg te halen. Toen Manon mij aan het bellen was. Ja, aardig gelukt volgens mij toch? Ik heb gewoon extra concealer eroverheen gedaan. Polish, weet ik veel wat ik heb gedaan. Dus dat. Oké. Mijn TikTok gaat door. Ik ga mijn TikTok filmen. Ik heb het ook zo bloedheet in het ding. Ik kan niet meer. Dit is echt de meest willekeurige video die ik in tijden heb geplaatst, jongens. Sorry daarvoor. Ik heb vandaag nog één keer dat haarmasker ingedaan. Maar voor mijn gevoel is het niet echt veel meer roze geworden. Maar misschien ook wel. Weet ik niet. In ieder geval, dit is mijn nieuwe look. Laat me even weten wat jullie ervan vinden. En ik heb een nieuw shirt aangetrokken. Deze komt van Esther's. Esther is een vriendin van mij uit Groningen. Die heeft een eigen bedrijf en die heeft dit shirtje opgestuurd. Ik heb hem in maat M, dus hij is lekker groot. Anyways, wat ik ook heb gekregen. Een doos van Ted Baker. Echt schattigste ever. Hier zit een spiegeltje in, een parfum en chocola. Echt super schattig. En dit is de Polly, zo heet die. Heel erg zoet. Misschien iets te zoet voor mijn smaak. Maar goed, we gaan ervoor. Het is ook lekker roze in thema van mijn haar. Maar goed, ik heb... recht in mijn mond. Maar goed, ik heb nog één mini storytime. Gezien deze video zo apart is met al mijn dingen die ik even wilde delen. Ik heb gisteren
een test gedaan. Ik wil dat woord niet zeggen. Maar goed, ik heb me laten testen. Waarbij ze zo'n staaf in je neus doen en in je mond. Want ik heb al een paar dagen een beetje last van snot. En ik dacht, nee, ik ben ook in Portugal geweest. Even kijken. Maar goed, ik heb nog geen antwoord. Ik heb nog geen uitslag. Dus ik heb nog geen idee. Maar goed, dat horen jullie binnenkort wel weer. Dat was zo intens. Ik kreeg echt... Nou, ten eerste, ik was echt binnen 30 seconden weer buiten. Ik kwam binnen... Moest zitten. En ik was echt binnen 30 seconden weer buiten. En ik heb in die 30 seconden ergste zweetaanval, snotaanval, traanaanval ever gehad. Hij zei ook van, oh, doet geen pijn. En het is zo gebeurd. Nou, het is ook zo gebeurd. Maar goed, dus eerst ging die staaf zo in mijn keel. En toen ging die zo in mijn neus. Maar hij ging echt 5 meter in mijn neus. Dat ik ook echt dacht van, waar wil je allemaal heen? Het was een hele bijzondere ervaring. En ik moest het gewoon echt even delen. Maar hij ook echt zo... Is het de eerste keer dat je laat testen? Ik zeg ja. Maar ja, ik denk dat inmiddels er genoeg mensen zijn die de test meerdere keren hebben gedaan. Maar goed, het was een hele bijzondere ervaring. Dat ik ook dacht van als je via een andere kant... zeg maar die staaf naar binnen had gedaan, dan was je er waarschijnlijk nog makkelijker bij geweest. Zo diep ging het. Maar goed, dit is het resultaat van mijn quarter life crisis. Ik heb mijn haar weer roze geverfd. Ik heb geen idee hoe het allemaal gaat vervagen enzovoort. Dat is een beetje stand van zaken nu. Ik zit rustig nog steeds thuis. Ik weet nog steeds niet wat ik allemaal ga doen. Ik ga in ieder geval deze video even plaatsen. Dus laat mij even weten wat jij allemaal vandaag aan het doen bent. Ik heb echt ideeën nodig voor wat ik thuis ga doen. Misschien ga ik zo meteen weer een fotoshoot met mezelf houden. Ik weet het allemaal niet. Ik heb ook helemaal mijn make-up gedaan. Dus waarschijnlijk ga ik dat wel even doen. Dus dat was een korte update. Ik heb verder ook helemaal niks meer te melden. Dus ik ga er een einde aan breien. Ik hoop dat deze video niet echt... te willekeurig is geweest. Maar eigenlijk is dat hem wel. Maar goed, ik hoop dat je het in ieder geval gezellig vond op deze zondagmiddag. En dan wil ik jullie heel bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!